Korpschef Koen Eekhout is geschorst. Hij had zich een dure Volvo aangeschaft als dienstwagen, maar hij had daarvoor geen toestemming. Het politiecollege heeft Eekhout daarom tijdelijk op non-actief gezet. Leuk nieuws is dat niet, maar wij moeten de rol spelen die we moeten spelen. En de wetgeving overheidsopdrachten is belangrijk voor een openbaar bestuur. En politiecollege en politieraad willen dat die dan ook gerespecteerd wordt. De korpschef heeft wel recht op een dienstvoertuig, maar het is het politiecollege dat moet beslissen welk type het wordt. Dat college bestaat uit de burgemeesters van de zone. Zij hadden twee eenvoudigere modellen besteld. De burgemeesters waren dan ook verbaasd toen er plots een Volvo XC60 op de parking van het commissariaat stond. En wij verwachten twee Opels. En eind januari, 31 januari, werd mij medegedeeld dat hier geen Opel stond, maar een Volvo, een veel zwaarder model. En dat is uiteraard niet conform. Koen Eekhout vindt het jammer dat hij geschorst wordt, maar zegt dat hij de beslissing wel respecteert. Hij wil niet reageren voor de camera. Zijn vakbond verdedigt hem. Hij is daar in de fout gegaan, heeft dat ook altijd toegegeven. De kwestie is, was dat bewust? Hè? Wou hij zichzelf daarbij bevoordelen of niet? En dat blijkt uit dat dat helemaal niet het geval is. Eekhout blijft geschorst tot 30 april. Intussen loopt er een tuchtonderzoek naar hem. De Volvo is terug naar de garage.